ik vertrek nu vanuit Niksar naar Safran Bulu. Dat zou een oude Ottomaans stadje zijn. Ik ben benieuwd wat daar te zien is. Aangekomen in een typisch Ottomaans dorpje, Safran Bulu, heel mooi en bekend dus om zijn Ottomaanse huisjes. Ik mag hier dus met mijn motorcyclet op het terras, als het dan niet schoon is. Mooier kan toch niet, hè? Motto met uitzicht. Safran Bulu is een stadje in het noordwesten van Turkije, zo'n 200 kilometer van Ankara. Het is een stadje dat op de werelderfgoedlijst staat van UNESCO omwille van zijn talrijke Ottomaanse huizen. De Ottomaanse periode dateert van 1299 tot 1923. En die huisjes zijn heel typisch voor die tijd. Maar ook dat rijk is natuurlijk weer voorbij. Hè. 1008 monumenten zouden er op de lijst staan. Prachtig om te zien. Ik ben blij dat ik hier gepasseerd ben. En morgen gaat het richting Istanbul. En wellicht ga ik dan ook de grens van Turkije over, richting Bulgarije. Ik ben benieuwd hoe ver ik geraak. Want het is soms onvoorspelbaar, hè? Mooi hier. Ik ben in Safran Bulu. En ik ga op zoek naar de canyon die hier in de buurt moet zijn. Maar nu zie ik plots hier nog een schildpad. En die ga ik toch ook even de straat over helpen. Zo, weer een goed werkje gedaan. Schildpadje. Schildpadje veilig en wel. Aan de andere kant. Lijkt me toch beter, hè. Ik sta hier aan de canyon van Safran Bulu. Speciaal zicht hier, hè. Daar is een uitkijkplatform. Daar zullen we ook nog eens naartoe gaan. Nog eens een zicht op de gorge, de canyon vanaf het platform. Hier ziet je ook dat er picknickplaatsen zijn. Hè. Mensen komen hier uit de buurt ganse namiddagen, dagen doorbrengen. Heel rustgevend. Prachtig om te zien. En hierboven zijn dus wandelpaden ook voorzien, hè. Waar de mensen rustig een dagje kunnen doorbrengen. Maar dat zal voor een andere keer zijn. Dat ga ik dus nu niet doen. Oké, we zijn weg. Verder richting Istanbul.
Amai. Na een rit van 602 kilometer autostrade, die begon in Safranbolo naar Kirklareli in de buurt van Edirne, kan ik eindelijk van de autostrade afrijden. Hier is de autostrade gedaan. Ik ga nu naar rechts, naar Kirklareli, een overnachting zoeken. En ik neem aan dat dat de laatste overnachting in Turkije is. Om dan via Bulgarije naar Roemenië te rijden. De rit van vandaag en ook die van gisteren eigenlijk waren verbindingsritten. Om wat afstand te overbruggen. Dus vandaag 640 kilometer. En gisteren een 460. Dus dat kan toch al tellen. Hè. Maar Turkije is dan ook een immens groot land. Oké, dit was het dan eigenlijk voor vandaag. Goedemorgen, ik ben zo net vertrokken uit Kirklareli. Dat ligt in de buurt van Edirne. Zowat de eerste of laatste stad van Turkije, zoals je wilt. Bekeken vanuit Europa. Bedoeling is om vandaag naar Roemenië te rijden. Maar dan moet ik wel eerst over een paar honderd kilometer van Bulgarije. We zullen zien hoe dat loopt. Maar ik hoop in elk geval in Roemenië te arriveren vandaag. Om dan later daar een aantal mooie bergpassen te doen. Onder meer de Transalpina en die andere belangrijke pas. Maar het grote probleem is dat ik niet weet of die open zijn. En ik kan dat ook niet direct terugvinden. Maar we zullen zien. Oké, we zetten ons pad verder. Zo te zien nader ik de Bulgaarse grens. Hè. We zien aan de vrachtwagens. Zijn, hè. Een file van 20 kilo.
Ja, als dat geen woning oplevert, dan weet ik het ook niet, hè. Ik weet niet of je ze kunt zien, maar ik zie de bijkens toch. Amai, wat mooie kleurtjes, hè. Even binnenkijken hier, kerkje in Bulgarije ergens. Hallo. Is het monastery? Ja. Ah. You're welcome. Oké. Okay. Orthodox? Orthodox? Ja, orthodox. Saint. Here. A little peasant. Ah. Okay. Thank you very much. Yeah. Thank you very much. Thank you. God with me. I have a cross on my motorbike. Het zijn de zusters. Hè? Kijk, en dit heb ik gekregen. En God is met mij, zegt ze. Nog toe ervaar ik Bulgarije als een geweldig groen land, kijk maar, met veel landbouw. Ik ben daar echt van verschoten. De wegen die zijn aangenaam om te rijden, alleen je moet wel goed uitkijken waar je rijdt, want het is precies een kaas vol met gaten. Behalve dan de delen waar Europa toch al flink in geïnvesteerd heeft en die liggen er heel goed bij natuurlijk, hè. Dat zijn prachtige wegen. Het is heel rustig ook om te rijden. Dus het is echt wel aangenaam. Maar misschien ook omdat ik gekozen heb voor de rustiger wegen. In elk geval, Bulgarije valt heel goed mee. Maar ja, we zijn op weg naar Roemenië, hè. Maar ik vermoed niet dat ik daar vandaag raak. Dat zal wellicht voor morgen zijn. Zo, de dag zit er alweer op. We hebben een ferm stuk van Bulgarije gereden. Dat is te zeggen, het stuk tussen Turkije, de grensovergang van Turkije, naar Roemenië. Mij is opgevallen dat het een heel groen, heuvelachtig gebied was, met heel veel landbouw. Sommige stukken wegen waren heel goed onderhouden. Dat was ook gebeurd met Europese steun. En de andere stukken, daar was nog werk aan, want dat was wel opletten geblazen dat je niet in de kuilen terecht kwam. Maar voor de rest was dat een prachtige rit en ik overnacht nu in Svistov, net voor de grens met Roemenië. En dan gaan we vanaf morgen Roemenië en de Karpaten verkennen. Hoop ik, want ik moet nog zien uit te vissen of de Transvalgaren of zoiets en de Transalpina open zijn, want dat blijkt altijd een probleem te zijn. Goed, bedankt om te kijken en dan zien we elkaar morgen voor het vervolg van ons pad. Dag.